zoek naar de kleine dieren. En niet alleen voor al die toffe kindjes die we iedere week hebben. Maar natuurlijk ook voor de mama's die steeds de angsten aan het overwinnen zijn. Dus we gaan eens kijken wie hier allemaal onder zitten. Nou, eens kijken of we het goed in beeld kunnen krijgen. Ik ga natuurlijk even wat pakken. Pissebed natuurlijk. Daar hebben we er echt heel veel van op de boerderij. Dat zijn hele belangrijke dieren. Die maken het allemaal schoon. Echt de troepruimers. Even kijken. En ik heb hier... Kijk. Mooi. Hij lijkt op een oorworm. Maar ik denk toch echt dat het meer een duizendpootachtige is. Oh, kijk, deze vind ik altijd zo mooi eruit zien. Eens kijken hoeveel verschillende we kunnen vinden. Ook een ontzettend mooi duizendpootje. Of... Kijk, de regenworm. Even kijken hoor, wat we allemaal vinden. Oh, kijk, Nina, kun je dat zien? De pissebedden rollen zich op, omdat ze de boomstam is opgetild en er is dus een soort van gevaar nu voor hun. En nu zijn ze opgerold als bolletjes. Dat is leuk om te zien. Ik weet niet of jullie het zien op beeld, maar kijk. Alweer een aardige aanwinst. En dat terwijl het best wel heel droog is, want ze houden natuurlijk van natte grond. Kijk, hier zie ik een hele grote. Kijk, als je goed oplet, nu is het een bolletje. En als die een tijdje op mijn hand ligt, dan gaat hij zich vanzelf weer openen. Omdat hij mij gaat vertrouwen. Hij weet, ik doe niks. Ligt lekker op mijn hand. Heel bewegelijk. Oké, ik ga ze weer terugstoppen in hun huisje, want ze horen natuurlijk niet op mijn hand, maar lekker hier in de aarde. Zijn jullie nog een keer in het park deze week? Kijk eens of je ergens een boomstammetje ziet liggen die je om kunt draaien. Zodat je ook op zoek kunt gaan. Oké, doeg, tot de volgende keer.